Goedemorgen, welkom bij het beursjournaal van donderdag 6 augustus. Vanochtend zal de Amsterdamse beurs met een lichte winst openen, ondanks de verliezen in Amerika. In Azië staan de indices vanochtend wel in het groen. Vanochtend zowel in Nederland als elders in Europa veel halfjaarcijfers, waaronder de nodige financials. Unilever boekt autonome omzetgroei. Vanochtend voor beurs maakt Unilever de cijfers over het tweede kwartaal en het gehele eerste halfjaar bekend. Over de gehele periode was er sprake van een volumegroei in alle regio's. En dit greep CEO Paul Polman dan ook aan om positief over de toekomst te denken. Veel merken hebben in de afgelopen periode hun marktaandeel zien vergroten. Delta Lloyd start voorbereidingen van een beursnotering. Delta Lloyd kwam vanochtend voor beurs met goede cijfers over de eerste 6 maanden van 2009. Het resultaat voor belastingen werd ruim verdubbeld naar 379 miljoen euro en het netto resultaat steeg fors van 151 miljoen naar 227 miljoen euro. Op basis van deze goede cijfers denkt Delta Lloyd mogelijk goed gepositioneerd te zijn om een beursnotering aan te vragen. Dalende advertentieomzet raakt Wegener. De advertentieomzet van Wegener stond zwaar onder druk en daalde met bijna een kwart ten opzichte van de eerste helft van 2008. Deze daling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door minder personeeladvertenties. Dankzij doorgevoerde kostenbesparende maatregelen wist de uitgever de daling van het bedrijfsresultaat te beperken tot 15 miljoen euro, meer dan een derde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dan nu enkele slotstanden. Wall Street is lager gesloten. De beurzen van New York zijn gisteren allemaal lager gesloten. De Dow Jones Index sloot 0,4% lager op 9.281 punten. De S&P 500 daalde 0,3%, wat een slotstand betekende van nog altijd meer dan 1000 punten. En tot slot sloot de Nasdaq 0,9% lager op 1993 punten. Dit betekent voor de Nasdaq een terugval onder de psychologische grens van 2000 punten. Opvallend was dat de koersen van Fannie Mae en Freddie Mac, evenals AIG, het enorm goed deden. Fannie won bijna 30% aan beurswaarde, Freddie zelfs een paar procent meer dan Fannie en AIG spande de kroon met een dagwinst van meer dan 60%. In Azië staat de toonaangevende Nikkei-index op een plus van bijna 1,5%. Ook in Hongkong wordt er winst geboekt. In de middaghandel noteert de Hang Seng-index op een plus van bijna 1,5%. Het was het weer voor vandaag, een fijne dag en graag tot morgen. On Wall Street.